Abba. Met Abba gaan we naar de trainer van de handbalsters van Y92, Egon Floris. Hij hangt aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie speelden gisteravond jullie laatste competitiewedstrijd in jullie eerste seizoen in de tweede divisie. Deze wedstrijd speelden jullie uit bij BWO. Deze verloren jullie nipt met 22-21. Jij tweeten al daarna van, ja, ondanks de inzet helaas geen punten voor Weijen. Wat dat betreft kan ik daaruit opmaken dat je wel tevreden bent over het spel van je ploeg gisteravond. Nee, ik was tevreden over de inzet. Dat is iets anders. Ze hebben keihard geknokt, maar het allemaal was niet goed. Wij speelden niet goed en BWO speelde op de allerlaatste kans om erin te blijven en waren daarmee iets scherper dan wij. En dan geef je ze kans op een wedstrijd en dat hadden we niet moeten doen. Ja. Maar goed, ze winnen uiteindelijk verdiend, denk ik. Ja, want in die zin, hun waren nog volop in de degradatiestrijd. Voor jullie gelukkig niet in die zorgen. Merk je dat dat bij de ploeg dat daar dan mee te maken heeft? Of zeg je van, nou eigenlijk niet? Nou goed, zij klapten er volop vanaf het begin. En wij waren wat afwachtend. Dat moesten we niet doen. We misten te veel kans, waardoor ze bijblijven. Ja, en als je dan... Ja, BWO ging gewoon de beste met de gegeven situatie om. Het was op een gegeven moment leek het meer op houthaak naar handbal. En dat deed dus goed. Ja, goed, en dan trekken we het kort zijn, dus jammer. Ja, want dit was de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Hoe kijk je over het algemeen? Was jouw indruk over jouw eerste seizoen natuurlijk als trainer, maar ook in de tweede divisie met wij? Nou, ik denk dat als je heel reëel kijkt, dat wij misschien 6 tot 8 punten meer hadden moeten hebben totaal. Ik denk dat het team stappen heeft gemaakt om te werken aan een niveau in de tweede divisie en ook beter is gaan spelen. Maar dat we eigenlijk niet constant genoeg zijn geweest om echt de top 5 binnen te stormen, zeg maar. Wat op zich best een mogelijkheid was geweest. Ja, want dit was je eerste seizoen. De komende weken ga je nog de Battles Cup en wat oefenwedstrijden gaf je aan te spelen. Dan neem ik aan dat je gaat voorbereiden voor volgend seizoen om daar meer constantheid in te krijgen. Ja, dat is één, maar er stoppen ook een aantal speelsters, dus daar komen we nieuw voor terug. Dus we moeten beginnen met een nieuw team bouwen, of een ander team bouwen, niet nieuw, maar een ander team. Dat is prioriteit één, en daarna willen we gewoon echt de stappen die we afgelopen seizoen gezet hebben doorzetten naar volgend seizoen. En dan hopelijk nog inderdaad een jaartje sowieso tweede divisie, wat al een mooi hoog niveau is voor wij in dit geval. Egon, Ja, wat wou je zeggen? Sorry, ik onderbrak je. Nou, ik denk dat wij op een niveau speelt waar ze thuis worden. Ook qua vereniging, als je ziet dat de omliggende verenigingen onze spelers op komen halen, betekent dat we een goede weg bezig zijn. Dus